Welkom, raadsleden, mensen op de tribune. Vanavond zijn aanwezig meneer Van Beek, meneer Pals en mevrouw Ham. En de commissieleden meneer Reinders, meneer Van Zuchtelen en Van der Veen zijn aangeschoven vanavond. Dus we zijn vrij compleet, geloof ik. Daarmee is de opening gedaan. Mededelingen zijn er naar mijn weten niet. Kom ik bij het vaststellen van de agenda. Kan iedereen daarbij instemmen zoals die voor ligt? Ja? Dan komen we bij agenda punt 4. Insprekers. Als inspreker heeft zich gemeld meneer Mulder, directeur Hemenborg Bewindvoering. En hij spreekt in op agenda punt 7. Integrale schuldhulpverlening. Goedenavond. Dank dat ik vanavond hier mag zijn, hoewel dat misschien al naar recht is. Mijn naam is Gert-Jan Mulder, ik ben bewindvoerder, mentor en curator en directeur van Hemenborg Bewindvoering in Musselkanaal. Een van de bewindvoerderskantoren die hier in deze regio zitten en die met belangstelling naar deze notitie heeft gekeken. Om twee redenen, daar zal ik zo meteen op komen. De eerste reden waarom ik met belangstelling naar deze notitie heb gekeken is als oud hoofd van de kredietbank van de gemeente Emmen en afdeling schuldhulpverlening ben ik altijd benieuwd of gemeenten er door de jaren heen in slagen om stappen te maken op het gebied van schuldhulpverlening. Of ze preventie daadwerkelijk weten om te zetten en minder instroom en hogere uitstroom en vooral geen recidieven. Allemaal stukken die ook in deze notitie heeft gelezen en die allemaal aan de orde komen. Deze notitie, in ieder geval de eerste 11 bladzijden, geven voldoende aanleiding om te denken en de conclusie te trekken dat het in de schuldhulpverlening behoorlijk goed gaat. De instroom is steady, ongeveer 200 per jaar. We gaan door op de ingeslagen weg. Wel een paar zorgen. De instroom wordt niet minder. En de situatie van klanten wordt complexer en de schulden worden hoger. Dat stelt de schuldhulpverlening, in dit geval de kredietbank in Assen, voor een aantal uitdagingen. Waarom is dat laatste verhaal, die situatie complexer en de schuldenpositie hoger, nou van belang? Omdat een deel van deze cliënten onder andere komt bij beschermingswindvoerders. Dan komt de tweede reden waarom ik toch ook hecht om iets te zeggen over deze notitie. Want vanaf bladzijde 12 wordt er uitgebreid gesproken over de zogenaamde schuldenbewinden en de instroom om dat te beperken. En mijn interesse vanavond was vooral al gewekt in het najaar toen de wethouder in kwestie in de Dagblad van het Noorden daar een aantal uitspraken over deed. Waarom hecht ik eraan? Er zijn in de gemeente Stadskanaal, dus blijkbaar uit de cijfers, ongeveer 600 mensen die door middel van bijzondere bijstand geholpen worden bij een beschermingsbewindvoerder. 560 bij wat hier genoemd wordt een commerciële bewindvoerder, 400 via de kredietbank. Er wordt gesproken over verschillende vormen van bewindvoering, maar ik denk dat het verstandig is om dat beeld direct bij te stellen. Waarom? Er is maar één vorm van bewindvoering en dat is die van titel 1. Titel 19 van boek 1 BW, de onderbewindstelling. Daar zijn twee redenen voor, het hebben van problematische schulden en vanwege je geestelijke gesteldheid niet zelf je vermogensrechtelijke zaken kunnen regelen. Zijn het verschillende vormen? Nee, het zijn verschillende aanleidingen. Het is een exact dezelfde vorm, met dezelfde verplichtingen voor de bewindvoerder, met dezelfde inspanningen van de bewindvoerder en dezelfde aansprakelijkheden van de bewindvoerder. Wat zijn die verplichtingen en taken dan? In de eerste plaats inkomen op orde brengen en houden. Zorgen dat de vaste lasten betaald worden. U zou daar een parallel met het budgetbeheer kunnen lezen. Dat is ook zo. Dat is een deel van de taak van de beschermingswindvoerder. Maar die gaat veel verder. Want voor een onderwindgestelde moet kwijtschelding geregeld worden. Moet aanvullende bijstand geregeld worden. Moeten de minimaregelingen die er zijn al dan niet gemeentelijk aangevraagd worden. Moet de belastingaangifte geregeld worden. Moeten de schulden waar mogelijk in kaart gebracht worden en al dan niet toegeleid naar de schuldhulpverlener. Voor die taak krijgt een beschermingswindvoerder, omdat hij benoemd is door de rechtbank, 17 uur op jaarbasis. Ik weet niet of u zelf bijhoudt hoeveel tijd u aan uw administratie besteedt. Het gaat vaak achterloos in de verloren uurtjes, maar op dossiers waar het niet op orde is, waar mensen door omstandigheden niet zelf orde kunnen houden, is dat een stevige taak. Zeker als er ook schulden spelen. En dat is waar deze notitie natuurlijk over gaat, het over het begrip schuldenbewinden. Want als je vanwege je schulden onder wind staat, krijgt de bewindvoerder een taak bij, namelijk zorgen dat die schulden in kaart gebracht worden, gestabiliseerd worden en waar mogelijk opgelost. En daar zit ook een beetje de pijn bij deze notitie.
Waarom? Je zou de indruk kunnen hebben dat schuldenbewinden en beschermingsinvoerders er belang bij hebben om dat zo lang mogelijk te laten duren. Want er zou een commercieel belang kunnen zitten. Dat beeld begrijp ik en ik wil het beeld aanpassen. Waarom? Want omdat die cliënt schulden heeft, krijgt hij, nogmaals door de rechtbank aangewezen, 5 extra uren op jaarbasis om alles te stabiliseren. Dat betekent met deurwaarders aan de slag, met andere schuldeisers afspraken maken. En dat allemaal in 5 uur op jaarbasis. Een gemiddelde cliënt in de schuldhulpverlening heeft ongeveer 15 schuldeisers in Nederland en 35.000 euro schuld. We weten door samenwerking van bewindvoerders dat dat aantal bij onderbewindgestelden hoger ligt, zowel in aantal als in schuldpositie. Daar moet gewoon voor gewerkt worden. En waarom is dat nou juist geen commercieel belang? Want het is een vastgesteld aantal uren en in die uren moet de bewindvoerder het doen. En hij is aansprakelijk als hij zijn taak niet behoorlijk uitoefent. Dus de beschermingsbewindvoerder heeft er geen baat bij om dat dossier zo lang mogelijk te laten lopen. Hij heeft er baat bij om zo snel mogelijk tot een adequate oplossing te komen. Want de eerste jaren van onderbewindstelling leiden tot een diepte-investering die hij zelf nauwelijks kan terugverdienen, hoe langer hij wacht met het saneren en regelen van de schuld. Dat beeld is hardnekkig. En ik hecht eraan om er vanavond te vertellen dat het echt anders zit. Er zijn bewindvoerders die er belang bij hebben, misschien de slechte bewindvoerders, zoals je ook slechte andere functionarissen hebt, die daar een andere kijk op hebben. Maar een gemiddelde bewindvoerder heeft er vooral baat bij om een oplossing te bereiken. Ja, dat doe ik. Omdat het zo neergezet wordt, wordt nu de ambitie gewekt om vooral de schuldenbewinden op te lossen. Dan wil ik toch nog één ding over de notitie zeggen. Er wordt uitgelegd waarom budgetbeheer ook voor de gemeente, inwoners van de gemeente tenminste 60 maanden zou moeten duren. Dat is 5 jaar. Budgetbeheer. Dat is goed. En dat betekent dat gedurende het hele traject budgetbeheer is. Dat betekent ook dat na afloop van het budgetbeheer de verantwoordelijkheid weer teruggaat naar de klanten. Het beste advies wat ik ooit gekregen heb na een auto-ongeluk is zo snel mogelijk weer zelf achter het stuur kruipen. En niet 5 jaar wachten omdat de afstand alleen maar groter wordt. Want van niet zelf rijden word je niet beter. Tenzij je een rijontzegging hebt om welke reden dan ook. Zo werkt het met schulden hebben ook en verantwoordelijkheid nemen over je financiële situatie ook. Bewindvoerders hebben dat belang niet. En de bewindvoerders in de gemeente Stadskanaal, zeker de grote waar er ook over gesproken wordt, waarmee contact is, willen graag vooral een oplossing vinden. En vooral ook samen met de gemeente en met die ketenpartners waarover gesproken wordt, zoals Welstad, tot een goede oplossing komen. En ik wil ook mede namens die andere bewindvoerders benadrukken dat we vooral daarover in gesprek willen. Want er is nog een ander ding. Die 600 klanten zijn dag in dag uit in beeld bij partijen die oplossingen moeten vinden. Daar zit kennis, inzicht en know-how over hoe het gaat met de inwoners van de gemeente Stadskanaal. Het gevoel dat bekruipt ondanks de handreiking is dat we vooral tot een afronding komen. Ik zou graag college en uw raad willen oproepen om iets meer te verdiepen in de materie. En vooral met de beschermingsbewindvoerders in gesprek te gaan, omdat zij kennis know-how hebben die nu gemist wordt. Jammer. En ik hoop dat we dat alsnog kunnen herstellen. Graag. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Voor meneer... Ja. Meneer Klapstra, VVD. U zegt een traject van 5 jaar. Na 2 jaar schuldhulpverlening kun je gebruik maken van de WSMP. Ja. U doet voorkomen alsof het bij u heel goed gaat. En dat is ook toe te juichen als dat zo is. Mm-hmm. Moet ik daaruit afleiden dat 100% van uw schuldbemiddelingstrajecten na 2 jaar de WSMP gaan gebruiken? Nee, hoeveel dan wel? Het zit een klein beetje anders. Wat we zien... door de gebrek aan tijd moeten we een beetje kiezen. Wat het punt is dat schuldenbewinden sinds 2014 bestaan en als zodanig gezien worden. We spreken hier over vooral stijging van instroom. Terwijl als je goed kijkt, we eigenlijk nog nauwelijks tot uitstroom kunnen komen als je een vergelijkbaar traject ziet bij de schuldhulpverlening gebruikmakend van de GKB of uiteindelijk doorstroom of uitstroom richting WSMP. Dus als je goed inzicht wil hebben of het vooral een commercieel belang is of dat er wel degelijk resultaten geboekt worden, dan zou je eigenlijk wat verder moeten kijken en wat meer tijd moeten hebben. De tijd waarop we sinds 2014 hier überhaupt iets zinnigs over kunnen zeggen is te kort. Andere vraag, een poging om een antwoord op uw vraag. Wat we zien is dat een groot deel van de bewindvoerders hier in de gemeente Stadskanaal
niet actief doorleidt naar de gemeente, naar de GKB, maar samenwerkt met onder andere advocaten om sneller de WSMP in te gaan, omdat we bijvoorbeeld tegen fraudevorderingen aanlopen. Ook daar wordt in de notitie over gesproken. Dus wat we zien is dat bewindvoerders ook een alternatieve route richting WSMP kiezen, omdat zij denken dat daar het belang van de klant beter mee bediend is. Die cijfers, het is ook vaak complexer. Dus ze zullen in de onderaan de streep misschien vergelijkbaar zijn, maar ik denk dat de eerlijkheid moet worden, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we onvoldoende tijd, 5 jaar lijkt veel, maar je krijgt nu pas de eerste uitstroom en ik zie dat ook die ook gerealiseerd wordt. Meneer Klopstra. Kunt u dan uitleggen waarom dat zo zit? Want het is heel simpel, 2 jaar schuldhulpverlening, mislukt traject is 3 jaar schuldhulpverlening en dan ben je alle schulden kwijt als je het goed doet. Ja, dat klopt. Hoe kan het dan zo ingewikkeld zijn bij u? Dat is ook niet per se ingewikkeld, tenzij we aan de voorkant er een middelijke traject niet inkomen. En ook daar wordt in deze notitie wel iets over verteld, dat bijvoorbeeld vanwege fraudevorderingen de toelating tot een middelijke traject een blokkade is. Nou, ik denk dat het u bekend is dat we soms ook met fraudevorderingen in de WSMP wel degelijk toegelaten kunnen worden met sanering van die vordering. Dus ja, er worden ook wel degelijk wel resultaten gemaakt, alleen de hoofdregel van de schuldhulpverlening is nog steeds middelijk gaat voor wettelijk. Dus die dans moeten we strikt formeel wel doen. Dank u wel. Bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. We zullen hem meenemen bij agenda punt 7. Succes. We komen bij agenda punt 5. Vaststelling van het verkorte verslag. Is er iemand die op of aanmerkingen heeft over het verslag? Kan hij zo vastgesteld worden? Dat is het geval. Dank u wel voor de verslaglegging. Komen we bij de presentatie van het onderzoeksrapport CBION. Zou de wethouder eerst nog een inleidingje willen geven? Ja, heel kort. En niet eens zozeer voor de raad, want die is goed op de hoogte. Wellicht wel voor het publiek en ik weet niet of er luisteraars zijn. Maar wij bevinden ons in een interessante financiële situatie. Uitdagend, vervelend. We zijn al een hele decennium aan het bezuinigen. En aan het kijken of wij de uitgaven met de inkomsten op hetzelfde niveau kunnen krijgen. En wij lijken redelijk de bodem bereikt te hebben. En nog is het vooruitzicht niet rooskleurig. Dat heeft ons als college en bevestigd door de raad ertoe gebracht dat wij externe ogen wilden laten kijken naar onze financiën. Zijn er opvallende zaken? Zijn er objectief vast te stellen bijzonderheden? Bijvoorbeeld ten opzichte van het gemeentefonds. Waar dat ons nieuwe handreikingen zou kunnen geven om gericht de inkomsten of de uitgaven op het juiste niveau te brengen. En daarvoor hebben wij CBION bereid gevonden. Daar heeft u inmiddels, praat ik de raadsleden via de voorzitter aan, het rapport van kunnen ontvangen. Het leek ons goed, dat is ons als college ook goed bevallen, voor de nadere toelichting en de nuances CBION te vragen om het hier te komen presenteren. Daar is meneer Bruins voor afgereisd opnieuw. Dank daarvoor. En ik denk dat het wijs is hem het woord te geven. En zoals we inmiddels gewend zijn, na afloop wellicht de verhelderende vragen te stellen. En een discussie erover te voeren. En het lijkt me ook slim dat we na afloop van de presentatie even het verdere proces rondom het financiële procedure, financiële documenten met u even doorspreken. Dank u wel, meneer Hamster. De presentatie staat inmiddels ook op onze iPads. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Bruins. Ja, dank u wel. Hij doet het. Ja, dank u wel. Mijn naam is Rien Bruins. Ik ben van bureau CBION. Ik zal zo na een korte introductie van CBION een aantal onderwerpen aan u presenteren. Eerst de gefaseerde onderzoeksaanpak zoals we die hebben uitgevoerd, dan een spiegeling van de situatie in Stadskanaal aan het gemeentefonds als belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, een confrontatie van de netto lasten op alle gemeentelijke taakgebieden met de inkomsten die daarvoor beschikbaar komen en aan het eind de belangrijkste vindingen van deze eerste onderzoeksfase. Even een korte introductie van CBION. Wellicht bekend, maar misschien bij velen ook niet. Wij zijn meestal bekend van verdeelmodellen. We hebben onder andere de verdeelsystematiek ontwikkeld die ten grondslag ligt aan het gemeentefonds. Dat doen wij met onderzoeken bij heel veel gemeenten, waar we ook echt achter de cijfers proberen te kijken en niet alleen met statistische technieken.
Vanuit die kennis hebben wij ook een hele expertise opgebouwd over gemeentelijke financiën die wij ook gebruiken om gemeenten in allerlei vormen te benchmarken. En daar vat ik het onderzoek wat we hier in Stadskanaal hebben gedaan ook onder. Bijzonder denk ik aan onze aanpak is het gebruik van het gemeentefonds als objectiverend instrument. Daar zal ik zo meteen nog wat verder toelichting op geven wat ik daaronder versta. En wat verder belangrijk denk ik is dat wij gebruik maken van heel veel data van gemeenten die ook soms beschikbaar zijn op internet, maar dat het risico daar vaak is dat je appels en peren met elkaar zit te vergelijken of heel veel data gewoon niet zonder meer bruikbaar of vergelijkbaar zijn. Dus het verstandig omgaan met de data die beschikbaar zijn is een belangrijk element. Alles met het doel om inzicht te krijgen in de materie en dat inzicht dat moet houvast bieden voor onderbouwde keuzes, onder andere door u als raad. En onze ervaring is dat deze degelijke aanpak zeg maar, van een onderzoek, dat heeft soms wat langere aanloop, maar dat werpt aan het eind wel zijn vruchten af, omdat je op die manier ook betrokkenen mee kunt nemen in de bevindingen en uiteindelijk daarmee ook draagvlak voor de uitkomsten weet te verwerven. Gefaseerde aanpak van het onderzoek. We hebben de eerste fase afgerond. In die eerste fase spiegelen we vooral de uitgaven van de gemeente aan de inkomsten in het gemeentefonds. Ik noemde net al even het gemeentefonds als objectiverende instrument. Dat komt kort gezegd erop neer dat het principe achter het gemeentefonds is dat alle gemeenten eigenlijk vergelijkbare taken hebben. Alleen de omstandigheden waaronder die taken uitgevoerd moeten worden, die verschilt. Dus de kostenbepalende structuurkenmerken die lopen uiteen tussen gemeenten. Zoals Stadskanaal heeft relatief vrij veel inwoners met een uitkering. Andere gemeenten hebben weer een slechte bodemstructuur of veel minderheden binnen hun grenzen. Nou, die zijn allemaal bepalend voor de uitgaven die gemeenten doen. En in het gemeentefonds wordt rekening gehouden met die kenmerken van gemeenten die van invloed zijn op de kosten, maar waar u zelf als gemeente eigenlijk niet zo heel veel aan kunt doen, die eigenlijk meer een gegeven zijn. En dat betekent dat de uitkering in het gemeentefonds is afgestemd op de kosten die gemeenten dus moeten maken, gegeven die structuurkenmerken. En uitgaand van een gemiddeld voorzieningenniveau en een gemiddelde efficiëntie van de uitvoering. En die uitgangspunten die maken dat je het gemeentefonds heel goed kunt gebruiken als een spiegel voor de uitgaven. Want als je die uitgaven vergelijkt met de middelen die in het gemeentefonds beschikbaar komen, dan krijg je eigenlijk in beeld welke de financiële effecten van de beleidskeuzes die in elke gemeente zijn gemaakt. Als je als gemeente hebt gekozen om op een bepaald taakgebied een wat ruimer voorzieningenniveau te hanteren of juist wat efficiënter te werken, dan zul je daar hogere of lagere kosten ten opzichte van dat gemeentefondsniveau zien. En omgekeerd, als het wat minder efficiënt is of een wat lagere voorzieningenniveau, dan vind je weer wat lagere kosten. Nou ja, in die zin kun je het gemeentefonds als een spiegel voor het uitgavenpatroon gebruiken. En dat is nog geen norm, het is niet dat het zo moet, maar het is een eerste beeld van goh, waar geven we als gemeente relatief veel aan uit en waar zijn we relatief goedkoop. En dat is weer van belang voor de onderzoeksvraag die ons is voorgelegd, namelijk wat zijn interessante besparingsmogelijkheden. Als je ergens wil bezuinigen of je wil ergens wat meer uitgeven, dan is het handig om te weten hoe je het op dit moment de algemene middelen besteedt. Want waar je al relatief veel aan uitgeeft, daar is het wellicht wat makkelijker om bezuinigingen te vinden. En waar je al heel sober en doelmatig en goedkoop werkt, daar is het wellicht wat lastiger om die te vinden. Wat verder van belang is dat we vanuit een integraal beeld beginnen. Dus we hebben gemeentebreed alle uitgaven en inkomsten in beeld gebracht. En zodat je een compleet beeld hebt en vervolgens in kunt zoomen op onderdelen die relevant zijn. En op voorhand is speciale aandacht gevraagd voor het sociaal domein. En dat is ook een belangrijk taakveld voor de gemeente Stadskanaal. Heel kort even de eventuele tweede fase van het onderzoek. Want nadat we in die eerste fase de uitgaven gespiegeld hebben, dan kun je vervolgens inzoomen op, als je interessante patronen hebt gevonden, zeg van nou, dat is relatief duur of dat lijkt wat goedkoop, wat is daar de achtergrond van, dan zou je daarop in kunnen zoomen en dat doen wij meestal aan de hand van referentiegemeenten.
Die referentiegemeenten moeten met zorg geselecteerd worden. Want je kunt niet zomaar gemeenten naast elkaar zetten. Want dan zit je weer gauw die appels met peren te vergelijken. Dus dan moet je rekening houden met verschillen in structuurkenmerken. En nadat je dat gedaan hebt, dan kun je van andere gemeenten uiteraard veel leren. Want die zitten in hetzelfde schuitje in de zin dat ze hetzelfde takenpakket hebben. De omstandigheden verschillen, maar daar heb je rekening mee gehouden in de vergelijking. En van die andere gemeenten kun je kijken hoe die bepaalde taken hebben aangepakt en welke keuzes zij hebben gemaakt en wat daar de effecten van zijn. En dan kun je als gemeente besluiten om dat al dan niet na te volgen. En dat gaat dan met name om keuzemogelijkheden op het terrein van het voorzieningenniveau. Dus hoeveel voorzieningen bied je de burger en wat is de kwaliteit daarvan, de omvang daarvan. En keuzes omtrent de uitvoeringspraktijk, dus de werkwijze, organisatie en de mate van efficiëntie van de uitvoering. Eerste plaatje, de situatie de positie in het gemeentefonds van Stadskanaal ten opzichte van andere gemeenten. Hier hebben we de inkomsten in het gemeentefonds naar een aantal taakgebieden uitgesplitst. Met de rode staven, is de situatie van Stadskanaal. Donkerblauwe staafjes, dat zijn andere gemeenten in dezelfde grote klasse, dus met 20.000 tot 50.000 inwoners. En de lichtblauwe staafjes, dat zijn alle Nederlandse gemeenten tezamen. En wat in dit overzicht meteen opvalt, dat zijn de grote staven bij het sociaal domein, dus met name bij inkomen en participatie en bij maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Die staaf die is substantieel groter voor Stadskanaal ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. En daarmee komt eigenlijk tot uitdrukking dat op sociale kenmerken Stadskanaal heel hoog scoort in het gemeentefonds, omdat de taak die de Stadskanaal daar heeft als relatief zwaar wordt gezien. En dat wordt dus ook zo gehonoreerd in het gemeentefonds. Nou, op andere taakgebieden zijn de verschillen wat minder groot. En wat misschien nog interessant is om helemaal aan de rechterkant te kijken, dat zijn de inkomstentaakgebieden. In het gemeentefonds wordt ook rekening gehouden met de inkomstenpotentie, zoals dat heet, dus de mogelijkheden die gemeenten hebben om zelf inkomsten te genereren. En dat is dan met name uit de onroerend zaakbelasting. Nou, dat rode staafje daar is wat korter dan bij de andere gemeenten. En dat, daarmee komt eigenlijk tot uitdrukking dat de OZB-capaciteit in Stadskanaal wat lager is. De gemiddelde waarde van woningen en ook van niet-woningen is hier wat lager dan in andere gemeenten van deze omvang. En dat betekent dus dat het gemeentefonds ervan uitgaat dat de gemeente ook relatief minder inkomsten uit onroerende zaakbelasting kan genereren dan andere gemeenten. Nou, al die staafjes tezamen die vormen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En dat is een belangrijke bron waar alle gemeentelijke taken uit gefinancierd moeten worden. Dan even kijken naar de netto lasten van Stadskanaal. Dat heet de netto lasten, dat zijn alle uitgaven minus de taakgerelateerde inkomsten. En dan moet u met name denken aan inkomsten uit leges en specifieke middelen, bijvoorbeeld voor ter dekking van bijstandsuitkeringen. Dat is hiermee gesaldeerd. En deze staafjes, dat zijn eigenlijk de algemene middelen die ten laste komen van Stadskanaal, ten laste van de exploitatie. En hier is ook te zien dat de staafjes aan de linkerkant, dat is weer in het sociaal domein, minimabeleid, dat is een wat kleiner staafje links, maar met name overig inkomen participatie, dat is de bijdrage aan het SW-bedrijf, maar ook de uitvoeringslasten van de sociale dienst, zeg maar, reïntegratieuitgaven, dat is fors. En ook de uitgaven aan maatschappelijk opvang en jeugdvoorzieningen, dat is ook een substantieel bedrag. Nou, dat is een beetje terug te zien ook hoe de middelen net beschikbaar, hoe ze beschikbaar komen via het gemeentefonds in het vorige plaatje. En ik zal zo nog die twee met elkaar vergelijken. Maar wat hier dus wel opvalt is dat dus een heel groot deel van de algemene middelen in het sociaal domein besteed worden in Stadskanaal. Bij heel veel andere gemeenten is het vaak de helft, soms een derde, de helft van de totale algemene middelen. En bij Stadskanaal is het wel driekwart. De andere staafjes die vallen daar een beetje bij in het niet, maar het gaat toch nog wel om substantiële bedragen. En dat vanuit kunst, ontspanning en groen, dat zijn meer de taakgebieden waar veel gemeentelijke beleidsvrijheid is en waar relatief weinig wettelijke voorschriften zijn, dus waar gemeenten veel kunnen kiezen. Onderwijs, riolering en reiniging, daar wordt gemeente geacht dat vooral uit heffingen te dekken, dus daar is de vergoeding in het gemeentefonds vrij beperkt.
En meer naar de rechterkant de meer fysieke taakgebieden, wegen en water, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en dergelijke. Nou, aan het eind nog de staafje veer van de onroerend zaakbelasting en de overige eigen middelen. Dat zijn met name inkomsten uit rentes en deelnemingen. Nou, dat zijn nog... dat zijn met name de OZB is daar nog wel een behoorlijke staaf. En dat heeft te maken met dat, alhoewel de OZB-capaciteit relatief laag is, dat Stadskanaal relatief hoge tarieven hanteert voor de onroerend zaakbelasting. Nou, het komt ook tot uiting in het volgende diagram. Daar zijn de beschikbare de uitgaven van Stadskanaal vergeleken met de middelen die in het gemeentefonds beschikbaar komen. En dit geeft eigenlijk een plaatje van de gestapelde beleidskeuze van de gemeente Stadskanaal. Dus waar heeft men in het verleden tot op heden gekozen om wat extra te doen of juist wat minder te doen dan de middelen die via het gemeentefonds beschikbaar komen. En wat hier dan opvalt aan de linkerkant, we zagen net al het sociaal domein, daar komen worden heel veel middelen aan uitgegeven, maar er komen ook heel veel middelen beschikbaar. En per saldo is dat aardig in balans. Dus aan het minimabeleid wordt iets meer uitgegeven dan er beschikbaar komt. En bij de overige onderdelen juist wat minder. En bij inkomen en participatie is er ook nog een incidenteel effect vanuit een overschot op de buiguitkering voor de bijstandsuitkeringen. In latere jaren valt dat weg. En dan is het een beetje een neutraal beeld. Nou, wat overige terreinen is het beeld veel rustiger eigenlijk. Is met name te zien dat bij kunst is het staafje wat hoger. Dat is met name theater Geert Thijs. Dat is eigenlijk de enige uitgave op dat terrein. Dat is dus wat meer dan er voor dergelijke voorzieningen aan Stadskanaal beschikbaar wordt gesteld. En dat is zo'n vorm van een keus. Van, ja, er is hier gekozen om een theater te plaatsen dat ook voor inwoners uit de omgeving een functie heeft. Nou, dat is uiteraard volstrekt legitiem. Alleen dat kost wat meer dan vergelijkbare gemeenten voor dergelijke voorzieningen via het gemeentefonds beschikbaar krijgen. Nou, hetzelfde is bij groen te zien, dus de groenvoorzieningen, daar worden hier wat meer aan uitgegeven dan beschikbaar komt. En ook op het gebied van overige educatie, dat zit met name bij leerplichthandhaving. Nou, op de andere trein is het beeld wat rustiger. Bestuursorganen is nog wat hogere uitgaven, dat is weer iets incidenteels, dat heeft met name met wachtgelden te maken van voormalig bestuurders. En bij bevolkingszaken is te zien dat er nog wat meer wordt uitgegeven dan er beschikbaar komt. Nou, al die extra uitgaven die worden gedekt uit extra eigen middelen. Overige eigen middelen, dat zijn met name onttrekkingen aan reserves. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren dat deel incidenteel karakter heeft. Hè. Die reserves, als er steeds uitgeput wordt, op een gegeven moment zijn ze leeg en dan houdt het natuurlijk op. En een belangrijke extra inkomstenbron zijn de OZB-middelen. En dat heeft met name te maken met wat ik net al aangaf. Ondanks dat de OZB-capaciteit hier laag is, zijn de tarieven heel hoog, waardoor er toch substantiële middelen extra ter beschikking komen ter dekking van de uitgaven op die verschillende onderdelen. Dan kom ik tot de belangrijkste bevinding eigenlijk van deze eerste fase. Nou, ik gaf net al even aan, op verschillende terreinen wat hogere uitgaven, met name minimabeleid, kunst, groen, leerplichtzaken en bevolkingszaken. Wat lagere uitgaven in het sociaal domein en dan met name bij de basisvoorzieningen. Dus aan de voorkant zeg maar, van het sociaal domein waar de cliënten de toegang tot de voorzieningen en de algemene voorzieningen waar cliënten gebruik van kunnen maken. En de uitvoering die is hier relatief goedkoop. Ook bij onderwijshuisvesting en fysiek milieu zijn de uitgaven wat lager. En al die per saldo wat hogere uitgaven die worden dus gedekt met die onttrekking uit reserves en die hoge OZB-tarieven. Nou, voor het sociaal domein hebben we wat aandachtspunten geformuleerd, omdat er ook naar gevraagd was. Maar daar is vanuit de uitgaven eigenlijk niet meteen een aanleiding voor. Omdat ik, zoals we net zagen, die uitgaven die zijn per saldo best wel laag eigenlijk in het sociaal domein. Wat wel te zien is als we achter de cijfers kijken, is dat er relatief veel cliënten zijn die wat duurder zijn, met duurdere zorgtrajecten, met name met cliënten in verblijfssituaties. En vanuit het sociaal domein zouden we eigenlijk dan vooral een aandachtspunt zien in de financiële beheersing op langere termijn. Dus op dit moment is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Er wordt veel uitgegeven, maar er komen ook veel middelen voor beschikbaar. Maar op termijn is het natuurlijk verstandig om dat goed in de gaten te houden. Vooral omdat het zo'n enorm beslag op de begroting van Stadskanaal legt.
En nou ja, wel enkele aandachtspunten zitten dan met name rond de toegang tot het sociaal domein en afspraken met verwijzers en ook zorgaanbieders. Dat zijn toch wel belangrijke schakels om die kosten ook in de toekomst goed in de hand te houden. Ja, dan kom ik eigenlijk tot de eventuele mogelijkheden voor vervolgonderzoek. En dat zit hem dan met name op het inzoomen op wellicht interessante aspecten. Aan de hand van gegevens van referentiegemeenten zouden we daar verder op in kunnen zoomen. Maar dan zal dan eerst een keus gemaakt moeten worden wat interessant gevonden wordt om nader te verdiepen. Nou, ik heb wat een paar voorbeelden genoemd. Stel dat je kijkt van nou, op groen zijn de uitgaven hier wat hoger dan de middelen die daarvoor beschikbaar komen. Waar kun je dan aan denken? Nou, dat kan hem in de omvang van het areaal zitten. Dus of er relatief veel groenvoorzieningen zijn. Maar het kan ook in de inrichting zitten. Hè. Of als je allemaal rozenperken hebt, zal dat duurder zijn dan wanneer er overal ruw gras is ingezaaid. Of er andere goedkopere vormen van groenvoorzieningen zijn gerealiseerd. Nou, bij bevolkingszaken moet je eerder denken aan openingstijden van balies. Dat is een bepalende factor daar voor de kosten. En in het sociaal domein gaat het dan met name naast de aandachtspunten die ik net heb genoemd om de verstrekkingen, schuldhulpverlening. En wat denk ik nog wel belangrijk is om hier te zeggen, dat er in het sociaal domein, zien we ook bij andere gemeenten, er is een belangrijke samenhang tussen allerlei onderdelen. Dus sommige gemeenten denken van nou, op schuldhulpverlening kan ik misschien makkelijk bezuinigen of op minimabeleid, maar dat heeft meteen vaak consequenties op elders in het sociaal domein. Dus die zaken moeten vaak wel in samenhang gezien worden, omdat bijvoorbeeld heel veel cliënten met een zorgproblematiek hebben ook een schuldenproblematiek. En als je daar aan de voorkant op de schuldenproblematiek goed meteen het probleem ondervangt en behandeling inzet, kan dat veel kosten later in het traject voorkomen. Nou ja, dat zijn allemaal aspecten die meegenomen moeten worden, maar dat zou eventueel in een tweede fase aan de orde kunnen komen. Daar wou ik het even bij laten. Dus als u vragen heeft, hoor ik die graag. Ja, dank u wel. Zijn hier met name technische vragen over? Ik schrijf even een naam op, hoor. Dan doen we zo even een rondje. Ja, ik kan het niet zo snel zien. Er waren net meer vingers omhoog, maar... Ja? Allebei? Oké. Okay. Ja, ik kan maar zo. Meneer Mellies, daar nog iemand. Tamsma. Hofstra ook? Ik zie Hofstra, Wiersema, Maarsing, Mellies en Tamsma. Nog meer mensen? Nee? Meneer Wiersema, CDA. Ja, ik had een vraag over de taakgebied oudheid. Wat valt er al eigenlijk zo'n beetje onder? Want ik heb een heel groot begrip. Ja, ja, dat klopt. Die uitgaven vallen hier wel mee, maar dat zijn met name onderhoud aan historische kernen. Monumenten, archeologie en dergelijke. Daar moet ik aan denken. Ja. Dus heeft met name met het historisch karakter van gemeenten te maken. Ja. Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter, dank voor de uitleg. Er staat heel veel in die notitie. En er zijn ook heel veel dingen die ik althans, of wij althans, toch voorheen niet wisten. Dat mooie overzicht waar al die dossiers nou kosten per inwoner, dat is toch mooi om er even op een briefje te hebben en bij je te dragen. Schuldhulpverlening, 17 euro kwijt, Schelding. Zwembaden, 10 euro. Wat opviel, voorzitter, is, nee, de vraag is even, wij gaan ervan uit dat deze cijfers kloppen natuurlijk, want u hebt ervoor geleerd. Dus met andere woorden, maar ik wil die bevestiging ook graag even horen van het college, wat u erover zegt. Want daar kunnen ze wat mee. Daar kunnen ze wat mee, want gaat er natuurlijk in de komende periode. Nou, volgens mij kun je daar al genoeg mee als college. Kun je al heel goed mee uit de voeten wat je nu voor je hebt. Maar er zijn wel een paar opvallende dingen en ik weet niet of ik dat nog goed gelezen heb, maar u heeft het, dacht ik, ook zo uitgelegd. Maar bijvoorbeeld sportaccommodatie, zwembaden, bibliotheek en kunstvorming, 13 euro. Minder per inwoner dan het gemeentefonds uitbetaald. En soms heb je meer dan het gemeentefonds uitbetaald, maar dat kunnen wij allemaal zelf wel regelen, dacht ik. De zwembaden zitten er overigens ook bij, 10 euro per inwoner, valt mee. En wat ook opvalt, u zei even die groenvoorziening.
Nou, dat wat is uw vraag, meneer Maarsing? Daar hoef je niet voor geleerd te hebben, maar het gaat er even om. We willen goed begrijpen waar die staat, hè, waar die gepresenteerd wordt. Kijk, als je minder inwoners hebt per vierkante kilometer, dan heb je ook meer groen. Wat is uw vraag, meneer Maarsing? Nou, daar heb ik geen vraag over. Maar wel een vraag over de OZB. Ik had nu altijd gedacht, wij staan in de krant als goedkoopste gemeente van de provincie Groningen, wat de lasten betreft. En hier lezen wij dat wij hoge OZB-tarieven hebben. Heeft dat te maken met de waarde van de woningen? Zijn die lager dan in Pekela of in Veendam of in Sellingen of in... Ja. Maar dit is wel een heel, dit is wel een item wat u noemt. En mijn uiteindelijke vraag is, voorzitter, hier kunnen wij wat mee vinden, het college, dat we hier genoeg mee verder kunnen uit de voeten. Dank u wel. Wou u direct reageren? Ja, of dat is prima. Is goed. Ja. U maakt zelf al de vergelijking met andere gemeenten in Groningen. Dat zou inderdaad kunnen dat het daar wat lager is. Maar ik heb net de vergelijking met andere gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners gemaakt. En daar is het OZB-tarief en ook ten opzichte van alle Nederlandse gemeenten gemiddeld hoger. En ik denk dat er wel inderdaad enige relatie is dat als de waarde van de onroerende zaken laag is en je wilt toch de nodige inkomsten genereren om de uitgaven te dekken, ja, dan zal het tarief hoog moeten zijn. Dus die vergelijking, maar ik heb dus niet gezegd dat er geen enkele Groningse gemeente is die nog hogere tarieven hanteert, want die zijn er uiteraard ook. Alleen ten opzichte van de gemiddelde gemeente van 20.000 tot 50.000 inwoners is het OZB-tarief relatief hoog in het Stadskanaal. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Eigenlijk bedoelde ik te vragen, kijk, daarmee kan natuurlijk de last voor een burger in Stadskanaal voor zijn woning, voor een eigenaar, wel aan de lage kant zijn. Dat kan. Ja, waar relateert... Want dezelfde woning, kijk, dezelfde woning, kijk, u had ook kunnen zeggen, het tarief is hoog, maar de waardevaststelling is laag in verhouding. Dus met andere woorden, de woonlasten zijn daardoor nog niet hoog. Dat had gekund, ja. Maar ik zeg niet dat het hoger moet, maar ik zeg gewoon dat dat de feitelijke situatie waarschijnlijk is. Hetzelfde huis hier kost de helft van het huis in Houten, in Utrecht, ik noem maar even wat voorbeeld. Ja. Daar kunnen de tarieven veel lager zijn en de woonlasten veel hoger. Begrijpt u dat? Ja, dat kan. Dat klopt. Dank u wel. Meneer Mellies, lokaal betrokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Even over die sheet waarin u het weergeeft, de confrontatie netto lasten met eikpunten per taakgebied. Ja, dat is het. Dan zie ik bijvoorbeeld bij het sociaal domein, de eerste drie staafjes, zeg maar. Mm-hmm. Grosso modo zegt u dus eigenlijk van datgene wat wij uitgeven op het sociaal domein, daar krijgen wij dus ook voldoende middelen voor uit het gemeentefonds. Ja, klopt. Oké, nu zie ik dus aan de andere kant twee staafjes naar beneden. En als ik dan even alles wat onderaan naar beneden wijst en naar boven toe wijst, dan zou ik dus zeggen van goed, dan houden we dus een eind van het jaar geld over. Maar het feit is, in die OEM, die overige middelen, er zit wel het grootste gedeelte voor mij een graai uit de algemene reserve. Ja, klopt. Gewoon puur omdat we niet dekken krijgen, de begroting. Dus ja. Ik vraag me dan toch af, als ik dat even niet mee reken, ik hou me gewoon even aan die staafjes zonder de inkomsten, dan zouden wij dus uit moeten komen met wat wij van het uit het gemeentefonds krijgen. Ja, dat klopt. Per saldo is het dekkend. Ja. Ja, dan snap ik dus niet waarom wij dus elk jaar die tekorten hebben. Waarom of u tekorten heeft? Ja, nee, we moeten elke afgelopen jaren constant een greep halen uit algemene reserves. Mm-hmm. Dat zit in die OEM. Ja. Maar ook zonder dat, en als ik dan even altijd boven die lijn bij mijn krap vertelt en onder, even grosso modo, dan zouden we dus uit moeten komen met wat wij aan inkomsten uit het gemeentefonds krijgen, ja. Plus eigen middelen, met de kosten die we maken. Ja, u bedoelt eigenlijk als u alle staafjes optelt, dan is het per saldo weer één vlakke lijn.
Nou, ja. Precies. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, er is één onderdeel wat hier nog niet in zit. Dat zijn alle overheadkosten. Die zijn bij een gemeente allemaal op een hoop gegooid. En die worden uit het verschil gedekt. En dat heeft eigenlijk op alle onderdelen betrekking. Dus dat is hier niet een apart staafje. Maar goed, ik heb ook gelezen het stuk dat qua overhead wij nog niet eens zo geks verkeerd zitten met de rest precies. van Nederland. Dus vandaar dat we dat er ook niet uit hebben gelicht. Want dat is ook vrij gemiddeld, zeg maar. Ja, heel apart. Dan nog een vraag trouwens even in algemene zin. Nou hebben wij dus een gemeentefonds en die werkt volgens het principe samen de trap op, samen de trap af. Mm-hmm. Gaat het goed met het land, dan gaat het goed met het fonds. En gaat het wat minder met het land, dan gaat het wat minder met het gemeentefonds. Nou hebben we daar tussen 60 en 90 parameters aan de hand waarvan wij dan geld krijgen. Daar zit er voor mij een hele wiskundige berekening aan vast, een algoritme of zo geloof ik. Waarom kunnen wij als gemeente nou niet zelf bepalen welk gedeelte van het gemeentefonds nou waarvoor bestemd is? Dat vind ik zoiets typisch. Ja, nee, dat mag u zeker zelf bepalen, want het zijn allemaal algemene middelen en u mag bij wijze van spreken alle middelen van het sociaal domein ook aan groen besteden. Maar het geld komt niet als één pot beschikbaar, maar daar zitten dus allerlei kenmerken achter, die 90 die u net noemt. En daarmee bieden ze een mooie spiegel voor het uitgavenpatroon, want de middelen zijn dus met een bepaald doel aan gemeenten beschikbaar gesteld. En er is voor gekozen om niet alle gemeenten hetzelfde bedrag per inwoner te geven, maar Stadskanaal bijvoorbeeld meer per inwoner, omdat de sociale problematiek hier groter is. Dus vandaar dat die verschillen erin zitten. En dat biedt dus een mooie spiegel voor de uitgaven en dat laat onverlet dat u zelf mag kiezen om de uitgaven om dat anders uit te geven. Maar het is een eerste spiegel om te kijken van nou, waar geven we relatief veel of relatief weinig aan uit. En dat is inderdaad, het gemeentefonds is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek bij tientallen of meer dan honderden gemeenten. En dat wordt ook jaarlijks door het ministerie getoetst of dat nog steeds de verschillen die er in kosten zijn voldoende weerspiegelt. Dus vandaar dat het een mooi eerste houvast is. Maar het is geen norm of iets wat u moet volgen. Nee, oké. Okay. Dus het is ook niet zo, dus als ik het goed begrijp, dat wij met deze cijfers daar rechten aan kunnen ontlenen richting het ministerie van ministerie. Hier ligt het rapport van CBON. We komen geld tekort op een bepaald domein, we moeten meer geld hebben. Kunnen wij geen rechten aan ontlenen. Zeg. Nee, het ministerie gaat ervan uit dat u het geld krijgt wat u nodig heeft om gegeven uw omstandigheden uw taken naar behoren uit te kunnen voeren, net als andere gemeenten. En de mate waarin u daarvan afwijkt van hoe andere gemeenten doen, dat komt in deze staafjes tot uiting. En dat is de gemeentelijke beleidsvrijheid en dat ziet er bij elke gemeente anders uit. En daarmee krijg je een mooi beeld van waar doen we iets extra's en waar doen we iets minder dan het Rijk veronderstelt op basis van het gemeentefonds. Maar het is volstrekt vrij om in de besteding. Ik wil het hier maar even belaten, voorzitter. Dank u wel. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bedankt, meneer Bruins, voor de presentatie. U vertelde aan het begin van uw presentatie, we hebben data gebruikt die beschikbaar is op internet. Beschikbare openbare data. En dat u daar dan verstandig mee om moet gaan. En vraag eens even, hoe doet u dat dan? Ja, nou dat is overigens niet het enige hoor. De kern eigenlijk van het onderzoek is een uitdraai uit de financiële administratie van de gemeente Stadskanaal. Dus dat zijn de eigen cijfers van de gemeente. Maar wij gebruiken ook landelijke data en mijn waarschuwing aan het begin was meer dat ik word heel vaak geconfronteerd met gemeenten die dan zelf op waar staat je gemeente hebben gekeken of uitdraaien van PAU of andere overzichten die landelijk beschikbaar zijn. En daar komt soms net even weer wat anders uit. En dat is meer mijn waarschuwing van nou, je kunt op data op heel veel manieren gebruiken. En wij hebben daar een bepaalde bewerking op toegepast. In ieder geval ook in overleg met de opdrachtgever. Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de situatie hier in Stadskanaal. Dus dat was de strekking van mijn opmerking. Hoe vaak doet u ongeveer zo'n onderzoek voor verschillende gemeenten? Nou, op dit moment hebben we iets van 4-5 van die onderzoeken, maar enkele tientallen per jaar. En wij doen ook nog landelijke onderzoeken. We zijn ook betrokken bij de huidige herijking van het gemeentefonds die op dit moment loopt. En daarin worden iets van 100 gemeenten zitten in een steekproef, zeg maar, waar vergelijkbare analyses worden gemaakt om de verdeling in de toekomst goed te houden, zeg maar. Ja. Hey, ik stel die vraag namelijk omdat ik benieuwd ben als u kijkt naar de resultaten die uit de eerste fase van de gemeente Stadskanaal zijn gekomen. Of het college dan denkt of dat u dan denkt van, goh, Eureka, hier hebben we het.
kunnen we hier echt wat mee? Dat is dan meer een politieke vraag, maar in uw beleidservaring met de tientallen, onderzoekservaring met de tientallen gemeenten per jaar, hoe springt de gemeente Stadsknal er dan uit? Zegt u dan van, goh, hier zitten echt heel duidelijk punten in waar Stadsknal heel duidelijk afwijkt? Of is het toch allemaal wel redelijk rond het gemiddelde wat het, hoe het zich beweegt? Nou ja, wat ik net al een beetje aangaf, op zich is het een vrij rustig beeld. Dus wat we vaak tegenkomen zijn veel grotere staven, zeg maar, bij gemeenten waar echt een heel duidelijk iets, flink aan wegen is geïnvesteerd en ten koste van kunstvoorzieningen bijvoorbeeld. En dan zie je grote verschillen. En nou, wat hier wel opvalt, als je dat al kunt zeggen, is dat het een vrij rustig plaatje is. Dus dat Stadskanaal aardig uitgeeft wat ze voor de middelen beschikken, wat ze ervoor krijgt, zeg maar. Ja, dus we springen er niet echt uit, zeg maar. Nee. Ja, dat vind ik wel, ja, enigszins is dat natuurlijk goed. Andere kant denk ik van jammer, want ik had eigenlijk wel gehoopt op een soort hekje begroting of zoiets. Of hekje gemeentefonds of een Eureka-moment of wat dan ook. nou ja, eigenlijk zijn er ook wat dingen op rijtje gezet. Sommige nieuwe dingen vond ik wel verrassend. Bijvoorbeeld inderdaad wat meneer Maasink ook al zei. Relatief lage uitgaven aan sport, in bijzonder de zwembaden. Die krijgen we natuurlijk nog dit jaar. OZB vond ik ook wel verrassend, maar goed, dat is een gedeelte van de gemeentelijke lasten. Hè? De afvalstoffenheffing bijvoorbeeld zit daar niet in. Grosso modo vind ik toch enigszins teleurstellend. Wij hebben ook als enige partij niet ingestemd met het doen van het onderzoek. Nou ja, dat is meer een politieke discussie, die zullen we dan ook wel bewaren voor later. Nou, de technische vragen heb ik hier gesteld en zullen we wel kijken hoe het verdere proces dan verloopt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Tamsma, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag om even na te gaan of ik u nou goed begrepen heb. Op het eind zei u van voor een verder onderzoek moet de raad eerst aangeven een aantal scenario's die doorgerekend zouden moeten worden? Begrijp ik dat nou goed? Of? Nou, wij hebben het onderzoek bewust in twee fasen opgeknipt. Dat doen wij vaker. Om een go-no-go moment in te lassen, zeg maar. Dat na dit eerste beeld, dat de opdrachtgever kan beslissen van, nou, dat vind ik een interessant plaatje. Daar wil ik verder de achtergrond van weten of daar wil ik iets mee in vorm of bezuinigen of extra voorzieningen of een, nou ja, dat kan van alles zijn. En dat is misschien ook een beetje wat de vorige vraagsteller aangaf van ja, dit lijkt een rustig plaatje, maar die staafje, het gaat wel om, het is in euro's per inwoner, dus alles keer 33.000 inwoners. Dus ik kan me voorstellen, in andere gemeenten zou dit heb ik wel eens meegemaakt dat zo'n plaatje bijvoorbeeld bij Groen, dat men zegt, goh, dat had ik niet verwacht. En we hebben hier allerlei bossen in de omgeving, dus Groen kan wel wat minder, want je kunt natuurlijk ook onder het gemiddelde zitten. Je hoeft niet precies uit te geven wat het gemeentefonds beschikbaar stelt. Je kunt ook bewust kiezen om minder te doen. Maar daarmee speel je wel middelen vrij om wat extra aan oudheid of in het sociaal domein te doen. Nou ja, dat zijn keuzes die te maken zijn. Het is dus niet zozeer dat alle staafjes precies op het gemiddelde uit moeten komen. Er kunnen er ook wat forse onder zitten. Dat komt ook voor bij gemeenten. En dat is de keuze die er te maken is. De pot met geld wordt niet groter. Er zijn zeg maar drie smaken. Je kunt of middelen vrijmaken door ergens anders te bezuinigen. Of om extra eigen middelen te genereren door bijvoorbeeld de OZB-tarieven te verhogen. Dat is eigenlijk de keuzemogelijkheden die er liggen. Meneer Tamsma. Maar dan zullen wij dus van tevoren die keuzes moeten aangeven waarbij u mee aan het werk zetten, zeg maar. Ja, want wij willen voorkomen dat wij dingen uitzoeken die misschien wij interessant vinden, maar waarvan u straks zegt van nou, dat had ik helemaal niet, daar wil ik helemaal niks mee. Of dat weet ik al, of dat weet ik dat ik daar duur ben, maar dat wil ik graag zo houden. Dus vandaar dat er een expliciet keuzemoment in zit om de opdrachtgever de gelegenheid te geven daar de onderzoekscapaciteit aan te besteden waar het meest interessant wordt gevonden. Dank u wel voor de uitleg, voor de presentatie, voor de beantwoording van de vragen. Wil ik het woord geven aan de wethouder, meneer Hamster. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij eigenlijk nog twee of drie vragen, opmerkingen in mijn richting die ik moet beantwoorden. En dan wil ik nog even met u naar het vervolgproces kijken. En de belangrijkste vraag is, denk ik, die heer Maarsing stelde. Kan het college hier een beetje mee uit de voeten? En dan kijk ik naar de heer Hofstra, want die maakte de analyse die wij ook een beetje maakten.
Aan de ene kant is het goed om te constateren dat we geen hele gekke dingen doen. Aan de andere kant is het jammer dat we die conclusie moeten trekken, want dan is het ook niet makkelijk op te lossen. Dus ja, wij zijn wel blij met het onderzoek, omdat het ons het inzicht heeft gegeven waar dan... Nou ja, de marges zijn tot 20 euro per inwoner, zelfs op de taakvelden waar we meer dan 1000 krijgen. Waar de marges en waar de verschillen zitten. We hebben interessante dingen gezien over hoeveel euro's per inwoner wij krijgen voor het sociaal domein. En dat die toch wel redelijk landen. We hebben interessante zaken gehoord, met name over de OZB inderdaad. Dat is dan ook nog eentje die ik moet beantwoorden, denk ik. Wij hebben inderdaad hoge tarieven, omdat wij gemiddeld lage woningwaardes hebben, onroerend goedwaardes. Maar wij zitten nog heel laag in de lokale lasten. Onze gemiddelde inwoner betaalt ten opzichte van Groningen en Drenthe nog steeds heel weinig. Maar ja, inderdaad, een huis van 1,5 ton is iets zwaarder belast dan een huis van 1,5 ton in een willekeurig andere gemeente waar de tarieven lager zijn. Moet je ook weer afvragen van hoeveel huis je voor 1,5 ton krijgt in een andere gemeente. Eigenlijk de vraag die de heer Maarsing al stelde. Dus dat zijn allemaal zaken waar we nu meer inzicht in hebben gekregen. Het college heeft zichzelf voorgenomen, ook in afstemming met de fractievoorzitters, om nu geen verdiepend onderzoek extern uit te laten voeren. Maar vooral te gaan kijken naar de afwijkingen die we hier aantreffen. En onze ambities nog eens scherp in verschillende scenario's uit te werken. Dat willen wij de komende maand, 1,5 maand gaan doen. Zo snel we daar inzicht in hebben, willen we dat met u gaan delen. En dat gebeurt in de openbaarheid op 2 momenten. Op 17 juni in een opinierende commissie. En op 8 juli hopen wij besluitvormend de ambitienota met u te gaan bespreken. En daarin zult u dan 1. De weging van verschillende zaken die hierin staan, die CBION heeft opgeleverd, van ons krijgen. 2. De voorjaarsnota, oftewel de laatste financiële stand van zaken. En 3. Een ambitienota, waar u dan eerder ook al op heeft kunnen opiniëren. Waar u uitgebreid op bent geïnformeerd. Met hopelijk een werkbaar voorstel hoe wij omgaan met, ik noem maar een aantal dossiers. Zwembaden, onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen, treinstation, wijkontwikkeling. Allemaal zaken die wij nog niet op geld hebben gezet. Voorzitter, volgens mij was dat wat nog open stond en wat het proces is in afstemming met de fractievoorzitters. Dank u wel. Volgens mij hebben wij dan voor dit moment dit onderwerp voldoende besproken. Het komt dus later dit jaar nog terug. Ik stel voor dat we zo even gaan schorsen, maar ik wil u er nog even op wijzen dat wij allemaal net een gebakje gehad hebben. Althans, waar wij die hier beneden zitten. Boven ook? Nou, helemaal goed. Oh, dat is dan jammer. Dat was ter ere van de verjaardag van mevrouw Schreur. Ze is 50 jaar geworden, maar dat kunt u ook zien op het gebakje, volgens mij. Namens ons gefeliciteerd. Ik stel voor dat we een korte schorsing hebben, ongeveer 10 minuten. Dus 20 voor beginnen we weer. Als we verder gaan, we zijn beland bij agenda punt 7. Concept beleidsplan integraal schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal 2019-2022. Staat openierend op de agenda. En voordat we dat openierend gaan behandelen, wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Veenstra, de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Terecht zegt uw voorzitter van het is het concept beleidsplan. Wat voor u ligt, dit is volgens ons het college een leidraad voor de komende 4 jaar, hoe wij tegen de schuldhulpverlening in de gemeente Stadskanaal aankijken. Terecht zegt ook uw voorzitter van we willen dat graag opinierend met u bespreken. Onze bedoeling daarmee is om bij u te toetsen van datgene wat nu voor ligt, het conceptbeleidsplan, is dat een route die we met elkaar in kunnen gaan? Missen er cruciale zaken in? Maken we hele gekke keuzes waarvan u zegt van nou, dat zal. Waarbij ik het heel fijn zou vinden als we met elkaar ook zouden kunnen focussen op zeg maar de prestaties die achterin staan, 16 stuks. Of dat ook voor u zeg maar de 16 doelen zijn voor de komende 4 jaar in de gemeente Stadskanaal met betrekking tot schuldhulpverlening. En
Het zou mij een liefding waard zijn als we weg zouden kunnen blijven van de punten en de komma's. Maar vooral ook toch naar die doelen zouden willen kijken met elkaar van, is dat waar we met elkaar voor kiezen? Dit is het volgens ons. Dank u wel. Wie wil hierover het woord voeren? Ik zie hele bescheiden vingertjes en ik zie hele enthousiastelingen. Ja. Heeft een nieuwe pen gekocht. Wie heeft een nieuwe pen gekocht? Oh, die meneer daar. Ja, die had ik al opgeschreven. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Een heel belangrijk onderwerp staat hier op de agenda waar we 27 mei op terugkomen in de Raad. Ja, steeds vaker komen mensen in de problematische schuldensituatie terecht omdat ze de kosten van de normale levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met terugvordering van de belastingdienst, wanbetalerspremie voor het niet betalen van een zorgverzekering, schulden op het vlak van vaste lasten. En vaak zijn ze het overzicht ook kwijt van hun financiële verplichtingen. Bij veel mensen spelen ook andere problemen een rol, bijvoorbeeld de psychologische problemen. We hebben een uitgebreid verslag gekregen van de participatieraad, waar we heel blij mee zijn. Ik ga niet alle punten accentueren die ons opvielen, maar die daar zien we de reactie van de college graag op tegemoet, 27 mei. Ik zal hier en daar nog vast wel even terugkomen op de participatieraad. Even een andere tekst erbij pakken. De ChristenUnie heeft als uitgangspunt dat ieder mens het toe doet. Ja, we koesteren het leven en de talenten van alle inwoners. En dat staat soms in de weg met schulden. En de gemeente heeft als opdracht om te zorgen dat iedereen zoveel als mogelijk mee kan doen. In de Bijbel hebben we ook heel veel goede economische principes, waar we als ChristenUnie graag gebruik van maken. Schuldhulpverlening sluit ook aan bij het Bijbels idee dat iedereen recht heeft op een tweede kans. En dat zien we ook terug in het concept beleidsplan. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen krijgen. Een probleemschuld is gemiddeld volgens Nibud zo'n 42.000 euro per gezin. Maar de maatschappelijke kosten voor een gezin kunnen wel stijgen tot 104.000 euro. Dit zijn cijfers van Nibud, zoals ik zei. Vanuit financieel en ook wel vanuit oogpunt voor de naasten kan het best wel eens een idee zijn om een schuldenpardon te overwegen. Is dat ooit besproken? Is dat ooit meegenomen? De helft van de mensen in de schulden is laaggeletterd. En landelijk is de laaggeletterdheid 18%. Maar als je dus in de schulden zit, komt dat een groot gedeelte ook vanuit laaggeletterdheid voort. Ik zie dit niet terug in het concept beleidsplan. Klopt dat? Het recidivecijfer is onder het landelijk gemiddelde, valt te lezen. Dat is een positief punt. De overgang van armoede van ouders op kinderen, generatiearmoede, moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor de kinderen van de ouders die langdurig een uitkering ontvangen of in de schulden zitten. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen door activiteiten niet te kunnen doen. Er zijn veel goede zaken te lezen in het concept beleidsplan hierover. Dan de preventie schuldhulpverlening wordt in het stuk genoemd. Maar waarom zo weinig concreet? De participatieraad benadrukt dit ook een aantal keren, de concreetheid. Benoem welke acties worden ondernomen richting scholen en hoe. Dat willen we graag meegeven. Vroegsignalering wordt benoemd. We missen echter wel het project Schuld op Maatje. Wilt u dit ook meenemen bij het punt vroegsignalering? Maar ook bij het budgetbeheer kunnen die vrijwilligers meelopen in het traject. Het zijn waardevolle initiatieven van Diakonie onder andere en andere vrijwillige organisaties die ondersteund moeten worden. En dan bij 3.2 staat de voorzieningenwijzer genoemd. Wij adviseren van betrekt dat ook bij 3.3, voorlichting aan jongeren. Twee vliegen in één klap. De participatieraad had hier ook een vraag over. En tot slot bij 4.5 lezen we dat er wordt doorverwezen naar een laagdrempelige hulpverlening. Dat is goed om te lezen. Het moet voor iedereen bereikbaar zijn. Ook Centrum voor Jeugd en Gezin komen we in het stuk nog tegen. Tot zover. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Mevrouw Hubs, CDA. Voorzitter, dank u wel voor het conceptplan Integrale Schuldhulpverlening.
Het is een goede aanpak om dit belangrijk onderwerp en dossier in de raadscommissie voor te bespreken, voordat we als raad een definitief besluit nemen. Als CDA hebben we nog een aantal vragen, opmerkingen en aanbevelingen over dit conceptplan. Als CDA willen we benadrukken dat wij vinden dat iedereen in deze samenleving volwaardig mee moet kunnen doen. En als er sprake is van schulden of tekortschieten budgetbeheer, er vroegtijdig hulp moet zijn. Wat ons wel zorgen baart, is dat de kosten van dit dossier erg stijgen. We lezen dat de kosten op dit moment €17 per inwoner bedragen. Klopt dit, voorzitter? Belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar de oorzaken en wat er hieraan gedaan kan worden. Waarbij kwaliteit en vroegtijdige signalering van de problemen voor het CDA van belang zijn. Het gaat om 565 huishoudens in onze gemeente en dat is niet niks. In het plan heeft u een mooie doelstelling opgenomen om het aantal dossiers met 20 casussen te verlagen per jaar. Gezien de huidige economische situatie en de werkgelegenheid hebben we de tijd mee. Ziet u nog de mogelijkheid om de lat nog wat hoger te leggen? Als het CDA vinden we vroeg signalering heel erg belangrijk. Want voorkomen is beter dan genezen. In dat kader is een goede samenwerking met nutsbedrijven, woningcoöperaties en zorgverzekeraars van groot belang. Hierbij zijn goede afspraken al gemaakt. Maar naast Menses en onder andere Sil van Kruis zijn er nog vele anderen. Kunt u nog eens nader bekijken of de lijst van bedrijven en zorgverzekeraars completer kan? Daarbij is het niet duidelijk wanneer er door deze organisaties aan de bel getrokken wordt. Is dat na een maand of pas later? De gemeente stuurt naar jongeren vanaf 17,5 jaar een flyer. Met betrekking tot wat er op hen afkomt, met betrekking tot kosten en dergelijke. Deze wordt per post gestuurd. Heeft u enig inzicht wat er met deze folder gedaan wordt en of het effecten heeft? Of is het een betere optie dat verantwoord omgaan met geld onderdeel uit gaat maken van het lespakket van 17-jarige scholieren? Ziet het college en andere fracties hier mogelijkheden in? Daarbij nog een vraag. Wat kunnen banken betekenen bij het leren omgaan met geld? Kan het college ook met de banken in gesprek gaan? Zij hebben ook een rol bij vroegsignalering bij rood staan. Kunt u iets zeggen over de prijs- en kwaliteitsverhouding tussen beide bureaus, tussen de gemeentelijke kredietbank en de commerciële bureaus? In het plan staat dat het inloopspreekuur uitgebreid wordt naar Musselkanaal. Is er een overzicht op adresniveau waar de schuldhulpvraag is? Wij zouden graag zien dat het inloopspreekuur voor alle inwoners en ook in de andere kernen toegankelijk wordt. Is dit te realiseren? En zo ja, op welke manier? Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Luiken, SP. Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP wordt hier redelijk vrolijk van, in hoeverre je vrolijk kan worden van dit soort onderwerpen. Nou, een hoop is al gezegd inmiddels weer. Wij vonden ook dat bij 3.1, bij de vroegsignalering, jammer dat alleen Menses ingeschakeld is. We zouden liever zien dat nog meer zorgverzekeraars ingeschakeld worden. En dan had ik eigenlijk een vraagje als we, omdat we iedere keer zeggen van een heleboel mensen kiezen toch om naar commerciële schuldhulp te gaan, bureaus, en niet naar Assen. Is het zo dat cliënten ook naar Assen toe moeten? Want dat hoorde ik in het verleden dus ook al eens van mensen. Oh, dan moet je een paar papiertjes inleveren en dan moet je helemaal naar Assen toe. En dat is vervelend. Is er een mogelijkheid dat een soort dependance, ietsachtigs, hier komt, zodat de mensen niet meer naar Assen hoeven om een papiertje in te leveren of voor een gesprekje of wat dan ook? Dan vond ik punt 4.5, de gezinnen met kinderen. Mooi dat die in een bijzondere positie vallen, zodat deze eerder geholpen worden. En bij 7.3 gaat van een daling uit. Wij vragen ons af, waar wordt dat op gebaseerd? Hoe weten we zeker dat die daling er komt? Welke daling? Welke daling van het aantal cliënten die schuldhulp gebruik maken? Daar hebben we het over. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Luiken. Mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen ben ik al blij dat de wethouder even heeft uitgelegd, want ik had er namelijk ook een vraag over hoe dit stuk behandeld wordt. Want we praten nu over resultaatpunten.
En niet meer over beslispunten. Dus eigenlijk zaten er geen vragen meer in, maar eigenlijk al concrete plannen waar je dus misschien nog wat aan kunt bijspijkeren. Maar goed, dat is iets in het kort even uitgelegd. Even terugkomen naar die 16 punten, die resultaatpunten. Voor mij, of voor ons, springen er eigenlijk drie echt uit. En dat is dus punt 1, vinden wij wel een van de belangrijkste punten. Dat is van de vroegsignalering. Want het is altijd beter om te zorgen dat mensen niet in de problemen komen. Ik heb daar wel een vraag over. Is hier ook nog altijd contact met de jeugdzorg? Want dat moet natuurlijk, want daar kun je ook heel vaak wel merken dat er dus thuis al wat aan de hand is. Dus het zal wel mooi zijn als de wethouder daar ook een antwoord op hebt. Want je kunt dus ook hier geldt dus weer dat ook weer voorkomen altijd beter is. En het moet alles aan gedaan worden voordat die mensen in de problemen komen. Wat ook een hele belangrijke punt is, is de inloopspreekuur. Wat we dus ook kunnen lezen, dat behoorlijk laagdrempelig is gemaakt. En daar zijn we heel blij om, omdat het ook gewoon voor die mensen belangrijk is dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat het op een goede manier, dat ze dus daar vrij in zijn. En de voorlichting op de scholen, je kunt niet vroeg genoeg beginnen om de jeugd hiermee de voorlichting te geven, want de schuld begint vaak al heel snel en heel vroeg. En ik pak juist deze drie punten eruit, omdat wij als fractie ze zo belangrijk vinden. Anders zijn ook natuurlijk allemaal even belangrijk, maar deze drie zijn het belangrijkste. Want het is heel belangrijk dat mensen niet meer zo weinig mogelijk in de schulden komen. Want er is niks erger dan dat je financiële problemen hebt en je kunt nergens met je problemen heen. En daar krijg je allerlei oorzaken kunnen dat zijn en dat kan dan ook hele grote gevolgen hebben. Verder wou ik nog even vragen of de vragen die de participatieraad allemaal heeft toegevoegd of die ook worden meegenomen. En over het algemeen kan ik alleen de wethouder maar succes wensen, want ik vind het een goed stuk. Dank u wel, mevrouw Schipper. Meneer Biezen. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de concept beleidsnota. Het is al vaker gezegd, wij wachten nog op de antwoorden van het college op de vragen van de participatieraad. Wij zijn blij dat deze nota er ligt en dat er ook vooral veel aandacht is voor preventie en vroegsignalering. Dat is een prima uitgangspunt om te voorkomen dat mensen in latere instantie in de problemen komen. We hebben dezelfde opmerkingen als een aantal andere partijen. U wilt een inloopspreekuur Musselkanaal gaan doen. En dan denk ik van, en hoe zit dat dan binnen de andere kernen? Binnen onze gemeente moeten we daar ook niet eens goed naar kijken. Dan voorlichting aan jongeren is ook al aan de orde geweest. U zegt dat u een voorlichtingsactiviteit op het Noorderpoortcollege gaat doen. Of al bent aan het doen. Waarom alleen het Noorderpoortcollege? Volgens mij hebben wij ook nog het Ubbo Emmius Lyceum bijvoorbeeld. Bij curatief zegt u even in één zin. Preventieactiviteiten worden ook ingezet ten bate van doelgroepen onder de 18 jaar. Maar er wordt verder niet verklaard wat u dan gaat doen voor die groep onder de 18 jaar. Wij zijn van mening dat het goed is dat we de eigen bijdrage gaan afschaffen. Want u geeft aan dat er weinig te halen is bij die groep. Boven de 120% boven het sociaal minimum wat mensen verdienen. Als dat zo is, dan moeten we dat zeker gaan afschaffen. Want mensen zitten al in de problemen en wij moeten ze dan niet nog meer als gemeente in de problemen drukken. Wat natuurlijk een discussiepunt wordt binnen de raadsvergadering is de onderbewindstelling. Ik heb het verhaal van de heer Mulder gehoord en die roept iedereen op om te gaan overleggen. Ik lees dat ook in de nota. Dus het lijkt ons goed om dat overleg ook goed in te gaan steken en samen naar oplossingen te zoeken. Om die 8 ton, waar we het de vorige keren over gehad hebben, om die 8 ton toch echt naar beneden te brengen. En u hebt natuurlijk ook in het openbaar gezegd dat u de commerciëlen zult gaan aanpakken of zoiets. Of
in ieder geval u zich wilt inzetten om de commerciële minder actief te laten zijn op deze markt. Dus ik ben heel benieuwd. En daaraan gekoppeld vinden wij dan het streven om 20 dossiers per jaar bij de commerciëlen weg te gaan halen of naar het GKB te brengen, vinden wij niet ambitieus. Dus wat ons betreft mag die ambitie wel wat hoger. Eens even kijken, voorzitter. Nou, dat was het wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Biezen. Meneer Klopstra, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben de plannen van de wethouder van het college gezien in grote lijnen. Dan vinden we de uitgangspunten daarvan logisch. En ik heb net meneer Biezen horen zeggen, het mag op een aantal punten wel wat ambitieuzer. En de VVD denkt daar niet anders over. Het probleem, tussen aanhalingstekens voor in dit geval de inspreker, meneer Mulder, is een beetje dat we worden gehinderd door kennis over hoe het werkt in schuldhulpland. Om de eenvoudige reden dat wij in onze dagelijkse praktijk een aantal WSMP-bewindvoerders hebben. En het behoeft wat uitleg waarom die WSMP er is. En dat maakt ook meteen duidelijk waarom wij het standpunt hanteren zoals we dat hanteren. Dus ik neem u eerst even wat mee, wat mij betreft, mevrouw de voorzitter, naar de filosofische achtergrond van de WSMP. Wat is de WSMP en waarom is hier? En hoe kun je dan samen met de commerciële bewindvoerders, als die doen wat ze moeten doen, en dan ook in een aanvaardbaar tijdsbestek, binnen 5 jaar gewoon de hele schuldenproblematiek oplossen? Want dat is gewoon heel simpel mogelijk. De WSMP staat voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat is een onderdeel van de faillissementswet. Het is een particulier faillissement waarbij de bewindvoerder heet. Voor de rest is die wet eigenlijk vrijwel identiek als aan de bedrijfsfaillissementen. Mijn computer doet gek. En nu is hij weer uit. Waarom is die WSMP er? Omdat we in Europa, want hij is er niet alleen in Nederland, hij is er ook in Duitsland en alle andere EU-landen. Omdat we aanhangen, wat ik eigenlijk eerder meer uit een levensbeschouwelijke filosofie zojuist heb gehoord. Namelijk dat we vinden dat je particulieren maatschappelijk niet uitschakelt. Door ze eeuwenlang, vanaf hun 20e, 30e, zodanig in de schulden te laten zitten dat ze er eigenlijk nooit meer uitkomen en niet meer actief kunnen participeren aan de maatschappij. Dat is gewoon in strijd met allerlei verdragen op het gebied van mensenrechten. Hoe zit die WSMP in elkaar? Als je 2 jaar lang netjes via schuldhulpverlening, GKB, je best doet om je schulden op te lossen en dat lukt niet, dan mag je normaal gesproken de rechtbank vragen de WSNP toe te passen. Daar zit je dan 3 jaar in. En als je 3 jaar datgene doet wat de WSMP voorschrijft en nalaat gekke dingen te doen, geen nieuwe schulden maakt, dan ben je schuldenvrij. Sta je gewoon dus op nul. Schuldenvrij. En dan heb ik meneer Mulder net horen zeggen, ja, het kost een heleboel tijd om zorgvuldig zo'n dossier aan te leggen. Ja, wij doen daar een maand over. En daarna de rest van de 3 jaar doen we wat we moeten doen en is iedereen schuldenvrij. En dat doen we samen met de mensen die de civielrechtelijke beschermingsbewindvariant doen, want die taak blijft er gewoon liggen. Alleen wat we ook wel zien, en dat verklaart ook wel waarom we 6 grote bureaus, en dan hebben we het nog niet eens over de kleintjes, maar waarom het college met 6 grote bureaus in deze gemeente om tafel moet, of wil of kan, om schuldhulpverlening te bespreken. Ja, er zijn geen 6 advocatenkantoren in het Staatskanaal. Dat kan niet uit. Wel 6 commerciële schuldhulpverleningen en dan zijn het ook nog de grotere. Dus dat zegt iets. En dan heb ik zojuist een betoog gehoord aan het begin van deze bijeenkomst. Wat zegt, ja, wij moeten onze best gaan doen en het kost allemaal tijd. En we staan maar een paar uren voor de schuldhulpverlening. Dus dat kan eigenlijk niet uit. Maar ja, als het er niet uit kan, dan heb je ook niet een bedrijf wat commerciële schuldhulpverlening doet. Ik heb het al eens eerder gezegd in het kader van de voorjaarsnota, begrotingen, discussie dacht ik, de algemene beschouwingen. Waarom civiel bewind bij commerciële schuldhulpverleningsbureaus? Nou, eigenlijk heel simpel. Als men niet onder bewind stelt en men toch tegen betaling schuldhulpverlening doet, dan is dat een misdrijf. Dat mag gewoon niet. Dat is verboden. En waarom is dat verboden? Omdat je met mensen met heel veel schulden niet nog eens extra 140, 150 euro per maand mag afvragen om ze uit die schuldenproblematiek te helpen. Dat is ook helemaal niet nodig. Dat gezegd hebben we de voorzitter, resumerend,
2 jaar vrijwillige schuldhulpverlening. Het kan soms sneller. De burgemeester kan daar een verklaring voor afgeven. Wij als advocaten kunnen daar zelfs verklaringen voor afgeven. Dan kan het WSMP-traject worden aangevraagd. Dat is 3 jaar. Samen met de civiele bewindvoerder. Die 3 jaar doorlopen. Men is werkelijk schuldenvrij. Dus de ambitie van 20 dossiers minder per jaar naar de commerciële bureaus. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat makkelijk haalbaar moet zijn. En ik zou de wethouder dan ook de vraag willen voorleggen. Kan bij het inschakelen van de commerciële bureaus ook de eis worden gesteld? Wij betalen wel, het is open eindfinanciering, maar dan willen we ook dat er over 2 jaar een WSMP-verzoek ligt. Daar zou ik graag antwoord op willen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klopstra, voor uw lezing, college. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Mellis van Lokaal Betrokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat me beginnen met iets algemeens. Ik moet zeggen dat ik dit een helder geschreven en overzichtelijk beleidsplan vind. Met puntige beleidsdoelen geformuleerd en een 16-tal specifieke resultaten. Die zich wat mij betreft ook goed laten meten en periodiek goed te evalueren valt. Wellicht dat we ook gaandeweg de verschillende punten nog kunnen aanscherpen jaarlijks of dan wel resultaten toevoegen. En wat mij betreft mag deze aanpak met resultaatpunten wel standaard ingevoerd worden bij overige beleidsplannen. Ik vind het wel een mooi systeem trouwens. Maar goed, dat heeft een algemene zin. En het beleidsplan, dat moet ik ook even vooraf even kwijt, wordt veelvuldig gesproken over commerciële bewindvoerders. En ik vraag me af of dat wel de lading dekt. Misschien dat het wellicht toch ook beter was geweest om het private bewindvoerders of partijen te noemen. Dat wordt zo in de landen bij andere gemeenten namelijk ook zo gedaan. Commercieel misschien een beetje te alsof het puur om geld verdienen gaat. En dat lijkt me niet de bedoeling. Voorzitter, ik ga even hoofdstuksgewijs door de stukken heen. En dan begin ik even met het algemene gedeelte over de regie. We hebben buiten de schuldhulpverlening als gemeente natuurlijk ook nog een zorgtaak op het gebied van werk, inkomen, zorg, onderwijs en jeugd. Nou hebben wij een gevleugelde uitspraak, een credo al jarenlang, dat wij staan voor 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. En ik vraag mij af bij gezinnen met multiproblematiek, wie er dan, inclusief de schuldhulpverlening, wie er dan ook in regie staat. Is dat dan het GKB of zijn dat andere partijen? Daar zouden we graag antwoord op willen hebben. Voor het hoofdstukje preventie, er staat bij resultaat 1, ik pak hem er even bij, dat de afspraken gecontinueerd worden bij de woningcoöperaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars in het kader van vroegsignalering. Voor mij heeft mevrouw Luiken het ook al even genoemd. Qua energieleveranciers of qua woningbouwcoöperaties zijn we gauw klaar, denk ik. Er zijn er 2. Maar qua energieleveranciers en zorgverzekeraars zijn er veel meer partijen. En we vragen ons af in hoeverre deze partijen in beeld zijn. En zijn daar ook dezelfde afspraken mee gemaakt als de grote die in een stuk genoemd worden. Bij de inloopspreekuren, en daar refereerde de heer Bies ook al even aan, wordt er overwogen om het uit te breiden naar Musselkanaal. En dan vroeg ik ook inderdaad af, hebben ze in Alteveer, Onstwedde, Vledderveen of Mussel geen schulden? Want wellicht dat daar misschien toch ook wat georganiseerd kan worden. Voor wat betreft de voorzieningenwijzer, daar is het ons niet helemaal duidelijk voor wie dit instrument nu precies bedoeld is. Wat is nu daadwerkelijk de doelgroep? Mag iedereen hier gebruik van maken of zijn het echt specifieke doelgroepen? Graag hierop een antwoord. Qua curatieve schuldhulpverlening lezen we dat inwoners met een financiële hulpvraag zich rechtstreeks kunnen melden bij het GKB. Dit kan telefonisch of via een digitaal aanmeldformulier, waarbij ze dan wel geholpen kunnen worden door een van de ketenpartners. Vorig jaar was daar een rapport van de Nationale Ombudsman. En een van de aanbevelingen, en dat konden we wel achterstaan, was toch wel dat iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulp in de gelegenheid moet worden gesteld in een face-to-face gesprek zijn persoonlijke situatie toe te lichten. Daarbij werpen gemeenten geen onnodige drempels op in de vorm van het invullen van formulieren of andere verplichtingen met de kans dat mensen vroegtijdig afhaken.
Ik zou graag willen weten in hoeverre hier ook bij onze gemeente invulling aan wordt gegeven. Qua doorlooptijden van de schuldhulptrajecten, en dan sluit ik even aan bij de heer Klopstra. Het valt ons op dat er in het hele stuk de WNCP niet één keer genoemd wordt. En ik zou toch graag zien dat de procedure van het minderlijke naar het WNCP gebeurt, dat er wat beter beschreven wordt. Want nu staat er echt helemaal niets in het hele stuk over de wet schuldsanering natuurlijke personen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe die toeleiding naar het traject. En goed, de heer Klopstra heeft een heel lezing gegeven, maar ik zou het graag terug willen zien in het stuk. Budgetbeheer. In algemene zin, budgetbeheer. Moeten we dat zien als een alternatief voor bewindvoering? Voor wat betreft de schuldhulpverlening aan gezinnen met kinderen. Nou, daar kunnen we heel kort zijn. Wij vinden dat hier gewoon ook een speerpunt van gemaakt moet worden. Met maximale ondersteuning. Dit is zo belangrijk dat gezinnen met kinderen geholpen worden. Dus wat mij betreft mag daar volop ingezet worden. Dan een situatie, voorzitter, dat mensen die ook na het doorlopen van een schuldhulptraject beter af zijn met permanent budgetbeheer. Hoe gaan we daarmee om? Dit ook om dus de recidieven te voorkomen. Qua onderbewindstelling in het hoofdstukje. Het valt erop, voorzitter, dat hoe valt het te verklaren dat van de 600 huishoudens die onder een vorm van bewind zijn geplaatst, 560 bij private bewindvoerders ondergebracht zijn en maar 40 via de GKB. Dat zijn gigantische verschillen. En ik zou graag willen horen van de portefeuillehouder waarom dat in zit. Dus ik kan er bijvoorbeeld ook niet onderzocht worden waarom cliënten de afgelopen jaren naar private bureaus zijn gegaan en niet naar een GKB. Voort zijn wij ook benieuwd naar de ervaringen van sommige van die cliënten in het afgelopen jaren over het GKB. Qua financiering, op bladzijde 12, paragraaf 5.3 van de onderbewindstelling lezen we een interessant. Oh nee, dat is iets anders. De gemeente Groningen, daar wil ik het even over hebben. We lazen bijvoorbeeld vorig jaar in de krant dat de gemeente Groningen vorig jaar besloten heeft om de beschermingsbewindvoering van private bureaus over te hevelen naar de Groningen Kredietbank. Omdat deze diensten daar erg veel geld kosten en kwalitatief erg slecht bleken te zijn. En hoe verder kunnen wij hier iets mee? Want het schijnt dat de autoriteit consument en markt hun daar gelijk in gegeven heeft. En dat het dus klaarblijkelijk ook gewoon mag. Graag hier iets over. Ja, dan in even algemene zin een realisatie van de afname aantal schuldenbewinden. In algemene zin onder bewindstelling. Ik heb eens even via de site van de LOVCKNT. Ja. Staat er voor? Een vlag bij? Nou ja, dat is een adviesorgaan van het gerecht die de rechters adviseert over de kosten die gevraagd worden onder allerlei soorten van bewindstelling. Nou, dat is een lijst van twee kantjes. Daar schrok ik een beetje van trouwens. Maar er zijn ontzettend veel combinaties van bewind onder bewindvoerdersstelling met ook daarbij de prijzen. En het viel me toch op. Ik ben ook benieuwd in hoeverre zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de kosten van onderbewindstelling als dus de cliënt het niet kan betalen. Is het alleen de kosten van schuldenbewind of normaal bewind? Of zijn wij ook verplicht om bijvoorbeeld onder curatele stelling, et cetera, mentorschap heb je ook nog. Als mensen dat niet kunnen betalen, zelf kunnen betalen, of wij daar ook via de bijzondere bijstand verantwoordelijk voor zijn. Dus voor alle vormen van onderbewindstelling. Dan sluit ik af. Qua kwaliteit van dienstverlening. Daar wordt over gesproken bij het resultaat 14. Ik zou graag willen weten hoe u kwaliteit definieert, want daar wordt niet over gerept. En volgens welke objectieve maatstaven toetst u die kwaliteit?
We staan dan ook wat dat betreft achter de aanbeveling van de participatieraad dat ook cliënten moeten worden gevraagd naar hun beleving van kwaliteit door het GKB. Nou, en als laatste, voorzitter, dan zal ik u niet langer meer vermoeien. De raad informeren. In het stuk staat dat wij geïnformeerd worden via de planning- en controlcyclus. Nou lijkt me dat een goed idee als het om het financiële gaat, of de afwijkingen daarvan, dat we daar dus via de PSC-cyclus ook op de hoogte gesteld worden. Maar ik denk dat het goed is dat wij deze 16 resultaten, die 16 punten, ook afzonderlijk monitoren en afzonderlijk rapporteren richting de Raad. Dus buiten de PSC-cyclus om. En dat was mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel. Daarmee is iedereen aan de beurt geweest die dat graag wilde. Mevrouw Veenstra, wou u een korte schorsing? Ik zie u heel druk schrijven. Ja. Nou, ik wou inderdaad aan u vragen of het mogelijk is om eventjes de hoeveelheid vragen te ordenen, zodat ik in een paar blokjes kan antwoorden in plaats van misschien heel ad hoc en hakketakken doorgaan. Prima. Ja? 10 minuutjes? Ja. Goed, dan gaan we over 10 minuten verder. Ik stel voor dat we verder gaan met deze vergadering en ik geef het woord aan mevrouw Veenstra. Dank u wel, Jan. Dank u wel, voorzitter. Toen ik begon, zei ik tegen u, we willen heel graag ophalen bij u wat u vindt van deze concept beleidsnota. Dit blijft altijd vervelend. Ergens. In alle oprechtheid van mijn kant, u heeft ook gewoon geleverd. U heeft ontzettend veel aandachtspunten meegegeven. U heeft heel veel plekken, heeft u ook gedeelde vingers op gedeelde, zere plekken gelegd. U heeft gedeeld ook onderschreven wat de urgentie is. Aan de ene kant vooral de menselijke kant, wat schulden met mensen doen. Dus hoe belangrijk het ook is om te voorkomen dat mensen in schulden terechtkomen. En als ze in de schulden zitten, dat we ervoor zorgen dat ze er zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer uitkomen. Dus daar zijn we het met elkaar roerend over eens. Het tweede belang wat u heeft benadrukt is toch ook, heb ik voorbij horen komen, de grote kosten die ermee gemoeid zijn. Hoe we daar met elkaar de grip op kunnen gaan krijgen. Dus allereerst mijn dank inderdaad voor die informatie die u naar ons toegebracht heeft. Ik wil op een aantal punten ingaan. Mocht het nu zo zijn dat een aantal dingen niet door mij benoemd worden, dan betekent dat niet dat ik ze niet gehoord heb of dat we niet opgeschreven zijn. Nogmaals, heel veel van uw opmerkingen zullen wij de komende weken in aanloop naar de raadsvergadering van mei, zullen wij wegen en kijken of zij een plek moeten krijgen in deze beleidsnota, dan wel dat we ze meenemen in de uitvoering. Dan wel dat we zeggen van nou, dit past ons op dit moment niet. Dat kan natuurlijk ook de conclusie zijn. Maar weet dat alles gehoord en opgeschreven is. En niet alleen door mij. Ten eerste, rondom het advies van de participatieraad. Een aantal van u heeft eraan gerefereerd dat u dat advies gelezen heeft. Nou, dat hebben wij ook. Ik ben heel blij met het advies wat de participatieraad uitgebracht heeft. Volgens mij zit ook daar hele waardevolle punten in waar we echt ons voordeel ook mee kunnen doen. En wij zullen gewoon conform de termijnen die ervoor staan, zullen wij een reactienoten maken voor de participatieraad. En u zult dat ook straks bij uw stukken rondom de besluitvorming in mei krijgen van ons natuurlijk. Dus dat gezegd hebbende. Rond de preventie, ik denk inderdaad met u een van de belangrijkste onderdelen van deze conceptbeleidsnota. Hoe voorkomen we? Heeft u een aantal zaken benoemd. Onder andere het inloopspreekuur geldzaken, wat we op dit moment in Stadskanaal doen, wat we willen uitbreiden in de Musselkanaal. Nou, zijn er dan geen schulden in Onstwedde en Alteveer? Nou, ik hoop van niet, maar ik denk niet dat dat helemaal klopt. Wij willen dit echt stapje voor stapje uitbreiden. We merken dat we heel langzaamaan een groei zien van het spreekuur geldzaken in Stadskanaal. Dat gaat echt niet met tientallen per keer. We merken wel dat we daar de complexe situaties op tafel krijgen. Dus dan kun je zeggen, je hebt er misschien maar één gehad, maar als die ene geholpen is, is dat wel de winst. Want vaak zijn het wat complexere vraagstukken die op tafel komen.
En dat willen we op die manier ook gewoon voorzichtig gaan in Musselkanaal van de grond laten komen. En dan kijken op termijn of er ook een noodzaak toe is om het in Onstwedde of Alteveer of in een wijk in het Stadskanaal. Ik zou ook nog kunnen kijken hoe we het kunnen uitbreiden en waar de noodzaak toe is. Ook weer in afstemming met de verschillende partners waar we mee samenwerken. De voorlichting aan jongeren, cruciaal denk ik inderdaad. Hè? Alles wat je goed leert doe je minder snel fout daarna. Dat doen we met het Noorderpoort. Het UBO is terecht naar gevraagd. Het UBO doet ook veel zelf. U mag u ervan verzekeren dat er op heel veel scholen ontzettend veel aandacht besteed wordt aan geldzaken. En dat kan van heel klein tot heel groot zijn. Toevallig had ik vanmiddag ook een overleg waar het Noorderpoort bij betrokken was. En wij constateren met elkaar dat jongeren van 18, 19 jaar heel graag op hunzelf willen, maar geen idee hebben waar ze dan voor komen te staan. We gaan dus, dat is ook een nieuwtje van mijn collega's trouwens, we gaan dus ook samen met het Noorderpoort onder andere en Le Vier gaan we een informatiemarkt, dagdeel, middag organiseren als je 18 bent en je wilt op jezelf, waar kom je dan voor te staan? Wat kost een huis? Wat kost een verzekering? Noem maar op. Het ging niet over schulden, maar uiteindelijk past het wel in dit verhaal ook. Ik ben daar heel blij mee. En ook los van wat wij doen, doen scholen ook heel veel zelf. Met andere organisaties in hun gebouwen. Afspraken met partners, woningbouw, zorgverzekeraars, energiebedrijven, die zijn er. Wat mij betreft gaan we die afspraken ook versterken. Kijken hoe we nog dichter op elkaar kunnen gaan zitten. En hoe we nog sneller er bovenop kunnen zitten. Ik had een volle dag vandaag, want ook vandaag heb ik met een van de zorgverzekeraars gesproken. Die zegt van, er zijn gemeenten die zeggen van, als iemand 4 keer zijn zorgpremie niet betaald heeft, dan gaan we aan de bel trekken. Nou, zegt die zorgverzekeraar, van, dat is misschien helemaal niet zo handig om dat pas na 4 keer te doen. Want iemand probeert vrij lang zijn huur te blijven betalen. Maar die zorgverzekering, nou, die laten we even liggen. Dus misschien moet je wel eerder aan de bel trekken op het moment dat de zorgverzekering niet betaald wordt, dan wanneer de huur niet betaald wordt. Dan ben je eigenlijk al te laat. Dus wij gaan dat op onze manier proberen wij dat te sterker te maken, laten we daarop houden. En daar waar mogelijk ook uit te breiden. Want ik ben het eens. Mens is bijvoorbeeld niet de enige zorgverzekeraar. CZ, Zilveren Kruis, de Friesland, noem maar op. Maar we moeten ook kijken in hoeverre dat werkbaar is. En daar we het uit kunnen breiden, zullen we het absoluut niet nalaten. Maar ook daar laten we met elkaar kijken hoe snel en hoe makkelijk we dat kunnen doen. Over de domeinen heen, zo is het niet genoemd. Het is wel genoemd, het Centrum Jeugd, Veiligheid en Gezin. Komen achter de voordeur, zien vaak meer. Nou, volgens mij is dat een van de dingen die niet alleen ik, maar meerdere van mijn collega's met regelmaat in de mond neem, is dat wij, en dat wordt ook onderschreven door de ambtelijke organisatie, voordat die zich gepasseerd voelen, en door de Welstad, die ook op die manier werkt. Wij moeten veel integraler en nog meer integraal gaan kijken. Op het moment dat je achter de voordeur komt voor een zorgvraag, dan moet je ook kijken hoe het bijvoorbeeld met het behang op de muur zit. Of hoe is het met de kinderen gesteld in huis, ook al wordt er voor moeder een zorgvraag gesteld. Over de domeinen heen kijken en dan inderdaad toewerken naar 1 plan, 1 regisseur, 1 gezin. En daar horen wat mij betreft ook schuldenaanpak, hoort daarbij, eens. En inderdaad, als het gaat om schulden, speciale aandacht voor die gezinnen waar kinderen zijn. Want dat onderschrijven we met elkaar volgens mij, dat kinderen nooit het dupe mogen zijn van het handelen van de volwassenen in huis. Daar waar we dat kunnen voorkomen, daar waar we daaraan kunnen bijsturen, zullen we dat doen. Ik weet ook van Stichting Leergeld dat de meeste van hun vragen komen weg uit gezinnen onder schuldenbewind. Dat die kinderen vaak in de knel lopen en dat daar Leergeld vaak in het gat springt. Nou, als we daar zelf meer aan kunnen doen, moeten we dat niet nalaten. Eens. Info waar je bijna 18, heeft die nou effect? Ja, wij hebben een studenten, was het volgens mij, hè? Ja, studenten, hebben wij ook onderzoek laten doen naar de effectiviteit daarvan. Hè? Want wij sturen hem per post, wordt hij dan wel gelezen of belandt hij ergens onder in een hoek? Nee, over het algemeen wordt hij goed gelezen, wordt hij ook door de ouders gelezen, wordt hij samen opgepakt. En voorkomen we er alles mee? Nee, tuurlijk niet. Maar halen we een hoop weg? Ja, dat wel. Hij is succesvol en misschien ook wel
moeten we gewoon scherp blijven op van wat moet er misschien nog aan toegevoegd worden. Bijvoorbeeld als je 18 bent en je overweegt om je eigen plekje te zoeken. Wat betekent dat dan? Wat moet je dan doen? Altijd blijven denken of het beter kan. Voorzieningenwijze, is daar een speciaal doelgroep voor? Nee, er is niet een speciaal doelgroep voor benoemd. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat je die vooral wil inzetten in die groepen waar het risico op potentieel schulden of potentieel te hoge kosten die ze niet kunnen dragen, dat je hem daar als eerste wilt inzetten. En dat doen we weer in samenspraak met de verschillende partners in het veld. Laaggeletterdheid vond ik een hele terechte, dat die genoemd werd. Volgens mij staat het woord niet in het stuk, maar volgens mij moet al ons beleid in deze gemeente erop gericht zijn en van doordrongen zijn dat wij een hele grote groep mensen hebben die laaggeletterd zijn en voor wie in elk geval de nota die wij vandaag met elkaar bespreken onbegrijpelijk is. En dat het vaak ook aan de orde kan zijn met inschrijfformulieren en dergelijke. Dus wij zullen ook bij de GKB, maar ook bij andere partners, zullen wij erop wijzen van realiseer je dat eens met die oproep. Hebben wij een schuldenpardon overwogen? Nou, volgens mij moeten we eerst die nationale discussie maar eens even afwachten met meneer Van der Heijden. Want ik heb hem ook gezien, maar laat ze hem eerst daarmee even voeren. Hebben wij overwogen om dezelfde route als Groningen te kiezen? Meneer Mellies, ik ben daar wel in geïnteresseerd, absoluut. Aan de andere kant betekende dat gelijk heel veel juridisch getouwtrek. Mag het wel, mag het niet? Het was allemaal onduidelijk in die fase. Blijkbaar loopt het nu in Groningen. Nou, we volgen het met aandacht. Op dit moment kiezen we voor deze route en hopen wij straks met 1 januari 2020, als de nieuwe wet er als goed is, dat weet je nooit precies of dat lukt op datums, hopen wij wat meer handvatten te krijgen om wat meer te kunnen sturen richting onze eigen voorziening, zijnde GKB. Hoe kan het nou zo zijn dat die groep zo klein is en bij de private, mag voor mij ook hoor, commercieel privaat, zo groot is, die is ontstaan vanuit het verleden toen de wachtlijsten bij het GKB groot waren. En vandaar is die beweging ontstaan naar de private partijen. Is 20 niet te mager, mevrouw Veenstra? Als ik zeker wist dat we veel meer konden doen, dan had ik er wel een ander getal opgeschreven. Is 20 een maximum? Nee. Als 20 lukt en we kunnen er 40 doen, vind ik het ook goed. Maar laten we eerst maar eens beginnen met 20. En als het makkelijk gaat, als het sneller kan, dan doen we dat. Maar die 20 moet in elk geval. Dan het overleg met de private bureaus, zeg maar. Ze staat ook als een van de, hoe hebben we ze nou genoemd? Prestaties achterin. Dat we dat weer willen opstarten, dat klopt ook. Wij vinden ook dat we gewoon weer dat overleg moeten opstarten met die private bureaus. Want ik heb ook de heer Mulder aan het begin van deze vergadering gehoord. Volgens mij delen wij met elkaar een passie voor de doelgroep. Hè, en de uitdaging om die mensen weer op weg te helpen naar een eigen zelfstandige toekomst. Nou, en volgens mij kunnen we ook van elkaar leren. En hoeven wij het feit dat we het misschien niet eens zijn over hoe dingen vormgegeven zijn, hoeft dat overleg niet in de weg te staan. Dus ik ga heel graag weer het overleg aan met die grote bureaus die wij hier kennen in Stadskanaal en omgeving. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik lang niet alles. Ik wil nog één ding zeggen over de WSMP. Staat er inderdaad bijna niet in. Ik heb gehoord wat er over gezegd is. Ik dank de heer Klopstra voor het college wat hij ons gegeven heeft. En dat bedoel ik niet vervelend, meneer Klopstra. Wij gaan ons in die WSMP verdiepen en kijken of en in welke vorm dat wel of niet een plek moet krijgen in deze conceptbeleidsnota. Mevrouw de voorzitter, volgens mij heb ik lang niet alles benoemd, maar ik heb dan hoop ik aan de voorkant het vertrouwen gewonnen dat we wat gezegd en gevraagd is wel opgeschreven hebben en meenemen in de definitieve uitwerking. En dan wou ik het hier eerst bij laten, als u het niet erg vindt. Dank u wel, mevrouw Veenstra. Zijn er nog vragen? Iemand die nog wat opmerken wil? Meneer Mellies, lokaal betrokken. Ja, dank u wel in eerste instantie voor de beantwoording van de vragen. Ze zijn ook allemaal wel, tenminste van mijn lijstje, wel beantwoord. Maar één dingetje, dat zou ik wel graag willen weten. Dat gaat over de financiering van het onderbewind stellen. Er zijn nogal wat soorten. Mentorschap, beschermingsbewind, curatelen. En mijn vraag was,
zijn wij voor al deze onderbewindstellingssoorten, zeg maar, financieel verantwoordelijk als mensen het niet kunnen, zelf kunnen betalen. En dat was mijn vraag. Dank u wel, mevrouw Wups. Namens ons bedankt voor de antwoorden. De meeste zijn ook wel beantwoord. Wij hadden nog één vraag, daar hebben we geen antwoord op. Dat was over de banken. Wat ze daar nog voor rol eventueel in gedaan kan worden. En verder wachten wij met belangstelling het definitieve plan af. Dank u wel, mevrouw Veenstra. Mevrouw Wups, dank. Misschien dat we ook iets inderdaad met de banken zouden kunnen, waar het gaat om roodstand. Ik weet niet hoe dat privacy technisch zit en dat soort dingen meer, maar ik neem de suggestie absoluut te harte. Richting de heer Mellies, ja, in principe daar waar het inkomen van iemand onvoldoende is, dan staan wij voor de kosten. Meneer Mellies. Ja, ik heb dus die mooie tarievenlijst vanmiddag even bekeken. Er zijn ook allerlei combinaties van mogelijk. Hè. Dat gaat van een simpele budgetteringshulp van €500 tot combinaties van curatele, mentorschap en noem maar op. En dan zijn het al bedragen van richting de €3500. En er zijn andere bedragen, nou bijvoorbeeld een standaard schuldenbewind, dus iets van €1500 geloof ik. Dus ik kan me best voorstellen dat als je dan die combinatie bewindvoering hebt, als klandizie hier in de gemeente Stadskanaal, ja, dat de schulden niet eens zo hard aantikken, maar juist die overige kosten zijn die behoorlijk aantikken. En zijn we daarvan op de hoogte en kunnen we daar ook iets mee? Mevrouw Veenstra? Ja, nou, meneer Mellies ziet mij denken. Dus ik... ik moet u het antwoord schuldig blijven. Zullen we het afspreken dat ik probeer in de loop van naar de volgende vergadering daar met antwoord op te komen? Hoe ze dat verhoudt tot elkaar? Ik vind het prima. Kijk eens. Mooi. Dan hebben we volgens mij dit agendapunt op dit moment voldoende besproken. Het komt dus 27 mei terug in de raad en dan ter vaststelling. Ik neem aan dat er dan aanvullende informatie is. Dat de conceptnota definitief geworden is. Ja, dus dan praten we er dan over verder. Goed, dan kom ik bij agenda punt 8. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Niemand? Dan komen we bij agenda punt 9. Dat is de sluiting. Hierbij sluit ik de vergadering. Bedankt voor uw aanwezigheid. Ook de mensen op de tribune. Heel hartelijk dank. Tot ziens.